Hallo allemaal. Nou, het is het moment van de maand, eindelijk. Daar wachten we altijd op, hè. De maandafsluiting van de maand mei alweer. Dus dat is altijd wel heel leuk. En dan na de maandafsluiting komt natuurlijk altijd weer de binders vullen. Dus dat is ook altijd heel leuk. Nou, we beginnen bij de uitjes. En dat is meteen ook de map waar eigenlijk het minst te zien is. Ja, en ik zal je meteen laten zien waarom. Want hij is eigenlijk gewoon helemaal leeg. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgelopen maand een beetje de budget sheets verwaarloosd. Dus ik heb het niet helemaal opgeschreven. Dus dat is wel jammer. Dus dat ga ik volgende maand dan wel weer goed proberen te doen. Dus echt goed bijhouden. Elke maand stel ik ook weer nieuwe doelen voor mezelf. Dus bijvoorbeeld alles goed bijhouden. Dat is dan gewoon een doel van mij. Nou ja, uit eten is snel gegaan. Want er zat deze maand, afgelopen maand, gewoon niet heel veel in. Dus dat was één keer uit eten. En toen was het eigenlijk al op. Dus ja, dan gaat het hard. Dagje weg hetzelfde. Gewoon hier een dingetje, daar een dingetje. Nou ja, dat is dan ook zo weg. En dat was ook een heel laag budget afgelopen maand. Thuisbezorgd, die heb ik nog aangevuld met uit eten. Dus hier zat maar €30 in. Kijk, die heb ik dan wel opgeschreven. Chinees hebben we besteld, dat was €45. Dus dat red je dan niet met 30. Dat was trouwens nog voor ook extra mensen. Dus vandaar ook het hogere bedrag. Dus toen heb ik die 15, min 15 heb ik ook neergezet. Die heb ik uit het mapje uit eten gehaald. Dus vandaar. Dus ja, die is helemaal leeg. Dus dat waren de uitjes. Daar heb ik niks over gehouden. Dan heb ik nog één map. Die is normaal gesproken eigenlijk ook altijd helemaal leeg. En dat is mijn boodschappenmap. Dat is deze. Dat is mijn pantermap. Daar zitten de weken voor de boodschappen in. Week 1 tot en met 5. Ja, na elke week doe ik die al afsluiten. Dus dan doe ik het al in de challenges. Dus dat heb ik bij week 1 al gedaan. Die is leeg zoals je ziet. Week 2 is ook leeg. 3 is ook leeg. 4 is ook leeg. Alleen week 5, daar is wat bijzonders mee aan de hand. Want die is dus nog vol. Dus dat is de eerste waarover is. Week 5. En dat komt, want mijn weken die vallen altijd anders. Ik doe zeg maar cashstuffen. Mijn cashstuffmaand is van salaris tot salaris. En ja, ik doe altijd op 2 vaste dagen boodschappen. Dus dat is op dinsdag en op vrijdag. Dus ja, als dat dan net zo valt dat ik dan die week 5 niet nodig heb. Dan hou ik het over. En dat was deze maand het geval. Dus dat is de eerste. €60. Die wij over hebben gehouden. Maar zo zie je dus wel weer dat het dan. Ja, en dat heb ik eigenlijk elke maand wel. Dat het dan wel ergens anders compenseert. Dus dan de uitjes bij, er was helemaal leeg. Daar heb ik niks over gehouden. Maar dan hou ik dus van de boodschappen wel weer extra wat over. Dus ja, zo zie je dat het allemaal altijd wel weer zich recht trekt. En door het cashstuffen natuurlijk heb je allemaal aparte potjes. Maar als je dat niet zou doen, zou je ook gewoon één berg hebben. Nou ja, en dan is het ook. Altijd wel dat je dan linksom of rechtsom uitkomt. Nou ja, en nu was dat zo het geval. Dan hebben we de grote binder. Dit is mijn maandelijkse binder. Voor de mensen die me al een tijdje volgen, die weten dat ik een oud roze had. Maar ik vond deze beige kleur toch ook wel heel erg mooi. Dus die oud roze heb ik nog liggen. Voor als ik hem weer wil wisselen. Maar ik heb nu weer een mooie beige kleur. Wat is het? Taupe is het. Een donkere kleur. Nou goed, we gaan even kijken wat we over hebben gehouden. We beginnen met winkelen. En, dat is goed nieuws, die is helemaal over. Ik heb dus gewoon nog €50 van het winkelbudget over. En ik had er ook €50 in gedaan aan het begin van de maand. Dus daar ben ik heel blij mee. Die leg ik even aan de kant. Nou ja, die ook. Ik wou zeggen, ik heb hem slecht ingevuld. Maar ja, dat is logisch, want ik heb niks uitgegeven. Dus ik heb gewoon niks ingevuld. Oké, dan gaan we naar kleding. Daar heb ik wel het een en ander gekocht. En die heb ik dan dus heel slecht ingevuld. Nou ja, je kan het hier zien. Ik heb boxers, pyjama. Dus 52 had ik nog over. Toen heb ik nog iets gekocht. Maar dat heb ik dus nooit opgeschreven. Maar goed, dat is weer een doel voor de volgende maand. Dus ja, ik weet dan niet meer precies hoeveel dat was. Maar ik weet dat ik nog wat dingetjes voor de kinderen had gekocht.
was volgens mij een jurkje en een kort broekje en een t-shirtje. €25 zit er nog in kleding. Aan het begin van de maand zat er 70 in. En dan heb ik nog wat muntjes. Dus kleding hou ik ook altijd wel wat over eigenlijk. Soms alles, soms niet. Nou ja, nu had ik echt dingen nodig voor de kinderen. Dus ja, dan houdt het gewoon op. Even kijken, dit is €30, €32,50 heb ik van kleding over. En die ga ik dan later, als ik mijn challenges ga vullen, ga ik dit in de shopping challenge doen. Zodat ik dat dan toch wel weer voor kleding kan gaan gebruiken. Maar dan kan ik dit gewoon opsparen voor wat groters of wat meer. Want op zich €70 per maand is natuurlijk niet heel veel. Dus als je dan wel echt een keer broeken nodig hebt, ja, dat tikt gewoon aan, of een winterjas. Dan kan ik het dus doorsparen voor grotere aankopen. Dus vandaar dat ik dat doe. Wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk dan het budget hierin laten zitten, zodat het dan elke keer meeschuift. Maar goed, ik kies ervoor om het in een challenge te doen, want dan weet ik gewoon van, oké, ik haal het er niet uit totdat de challenge vol zit. Nou, dan zijn we bij drogisterij. Dus dat is voor de verzorgingsproducten en dat soort zaken. En daar zit nog in €15 met het mooie oude briefje van 10. €15 zit daar nog in. En dan hier nog eurotjes. Even kijken. €1 en €2. Oh. Dus dat is €18 in totaal. En die heb ik ook niet volledig ingevuld, zie ik. Wasmiddel en dan daarna niks meer. Nou ja, volgende maand ga ik dat weer beter bijhouden. Dan heb ik van de luiers, daar heb ik €30 ingedaan afgelopen maand. En daar zit nog in €30. En dat komt omdat de hele zolder nog vol staat met luiers. Dus die heb ik voorlopig ook niet nodig. Dus 30. Dan wil ik alleen straks heel even gaan kijken of ik die 30 erin ga laten. Dus dat ik het door ga schuiven voor als het wel weer op is, dat ik extra heb. Of dat ik een deel erin laat en een deel ga stuffen in de challenges. Of dat ik alles in de challenges ga doen. Maar goed, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar het is in elk geval over. Komende maanden ga ik namelijk in luiers €10 doen. En ik heb het voorlopig echt niet nodig. Dus ja, grote kans dat ik die 30 die over was gewoon ga verdelen hoor. Kapper heb ik dan nog. En daar ging elke maand €40 in en de kapper was 30. Dus ja, dan hou je elke keer €10 over. Wat we nu hebben gedaan is op de nieuwe budget sheet ingevuld dat we €30 voor kapper gaan reserveren. Dus dan houden we geen kappersgeld over, omdat dat elke keer precies genoeg is. Dus, maar goed, voor nu wel twee hele mooie briefjes van 5 over van het kapperbudget. Dus dat is ook weer een tientje. Oké, en dan hebben we nog één mapje en dat is volgende maand. En dat is geld wat ik online heb betaald of heb gepind. Dan doe ik altijd het contante geld wel uit de mapjes halen en dat doe ik hierin. En dat is bijvoorbeeld gebeurd met de uitjes, want thuisbezorgd was online betaald. Dus ja, dat is dan hierin beland. Dus dit is dan niet over voor de challenges. Maar dit ga ik weer verrekenen. Dus voordat ik ga pinnen, dan verreken ik dit. Zodat het dan op de rekening weer komt te staan. Dus dan ga ik minder pinnen. Zodat er dan meer op de rekening blijft staan. En dan gebruik ik dit geld weer gewoon voor de budgetten aan te vullen. Dus die leg ik nog even apart. Die gaat dus niet bij het geld voor de challenges. Maar dit gaat gewoon weer naar de budgetten volgende maand toe. Zo. En dan is die helemaal leeg. En dat is mooi. Want nou ja, dat is ook de bedoeling. Zodat ik hem weer kan gaan vullen. Voor de nieuwe maand. Zo. Dus dat is die. Dus die is nu leeg. Dit is mijn maandelijkse binder dus met al die budgetten. Dit is mijn boodschappenbinder. Die is ook leeg. En dit is mijn binder voor uitjes. Die is ook leeg. Dus dit zijn mijn drie ja, mappen om geld uit te geven. Dat zijn die drie. Die zijn nu allemaal leeggehaald. En ik zal het er even bij pakken. Die lag daar nog. Dat was van de boodschappen dus, die week 5. En dit is de hele bende met geld. Zo. Veel lijkt het dan ineens, hè? En dat vind ik dus ook zo leuk aan cashstuffen. Dat je echt gewoon gaat zien wat je dan dus nog over hebt. En anders had dit dan op de rekening nog gestaan. Maar ja, nu heb ik het dan contant. Want dat is dan toch wel weer heel leuk.
Nou ja, dit zijn dan briefjes van 5. Dan heb ik de briefjes van 10. Heb ik ook nog aardig wat. 5, 10. Dan heb ik nog briefjes van 20. En dan heb ik nog een briefje van 50. Zo. Dus dit is wat ik over heb. En dit zijn muntjes. Ik heb geen kleine muntjes dit keer, zie ik. Dus dit zijn allemaal wat grotere muntjes. Wat ik wel doe. Dit is nog dat geld voor het volgende maand mapje. Die ga ik gewoon verrekenen met de budgetten. Maar die eurotjes die laat ik er vaak uit. En die, die doe ik dan ook gewoon in de challenges. Dus die komen er dan nog bij. Die mogen ook in de challenges. Die hou ik wel even apart nog voor het mooie. Zo. Dus dit. Dit is wat ik over heb van de maand mei. Dus nou ja, dat is hartstikke mooi. Even kijken. Even samen gaan tellen. 50. 20. 20. 20 is 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ook 60. En dan nog 20. En dan hebben we hier nog muntjes. Dit is 6 euro. 4, dus 10, 10, 50. 250 cent. Dus dat is wat we over hebben gehouden. Ik had het al even opgeschreven. Kijk, ik heb een boekje en daar schrijf ik alles op. Kijk, eindstand mei, alle categorieën, alle budgetten. En dan hier totaal 200 euro en 50 cent. En het grappige is dus eigenlijk, want ik hou dit dan elke maand bij. Dat je echt wel een patroon gaat zien wat je dan een beetje overhoudt elke keer. En elke keer is het toch weer heel anders. Kijk, dit was februari. Het zijn echt wel weer hele andere budgetten die ik overhoud. Hier had ik juist de uitjes over uit eten dagje weg. En dan die andere juist minder, zie je. Maar dan nou ja, hou je toch nou, een beetje hetzelfde over, iets meer dan. Maar ik zie echt wel dat ik elke keer wel zo ja, rond die 200, zie je dat? 205... 205, 200. Dus dat ik echt wel rond die 200 elke keer zit. Dus dat ga ik echt wel nu terugzien. We hadden dan een budget van 11,50 voor alles. Dus als je daar dan 200 afhaalt, dan geven we uit 950 euro. Oh ja, en daar zaten ook nog de spaardoelen bij. Dus 200 er nog vanaf. 750 euro geven we dan uit per maand aan variabele kosten. Dus dat is echt eigenlijk heel weinig. Vind ik zelf. Dus ja, dat vind ik heel netjes. Dus dat is wat wij een beetje uitgeven gemiddeld per maand. En nou ja, dit houden we dan nog over om extra te sparen. Dus dat wordt het volgende filmpje. Dan ga ik dit mooie geld, dit mooie bedrag ga ik dan verdelen in mijn challenges en spaardoelen. Dus dat is ook altijd weer heel erg leuk om dan te kijken waar ik alles in ga doen. Daar denk ik altijd wel eventjes goed over na wat ik ermee ga doen. Ga ik het echt alleen maar in leuke dingen doen voor uitjes? Zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn? Wil ik het niet liever ook in spaardoelen doen? Of ik heb nu dit mapje bijvoorbeeld ook. Er zitten 5 euro challenges in. En de 10 euro challenges. En die ga ik uiteindelijk verrekenen zodat dit geld op mijn spaarrekening komt te staan in de buffertjes. Dus hier wil ik sowieso ook geld in gaan doen van wat ik over heb gehouden om de buffertjes een beetje aan te vullen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een spaarmap met spaardoelen, ook voor de autokosten, dat soort dingen. Dus daar wil ik misschien ook wat in doen. Anders zou het betekenen dat die 200 euro echt puur alleen maar in leuke dingen belandt. En dat wil ik eigenlijk een beetje voorkomen, want ik wil ook heel graag gewoon buffertjes op gaan bouwen. Dus dat is een beetje waar ik dan naar kijk. Dit is bijvoorbeeld mijn challenge map. Nou, dan heb ik de mei challenge er nog in zitten. En daarna ga ik de seizoenen challenge voor de zomer er ook weer in doen. Maar ja, die wil ik natuurlijk wel het liefste nu vol hebben. Want dit is de maandafsluiting. Dus mei is daarna afgelopen. En ik wil deze natuurlijk wel halen. Dus ja, dan moet die wel even vol. En dan vervolgens ga ik kijken welke challenges bijna vol zitten. Of ik die dan niet kan volmaken. Ja, en dan de challenges met wat minder prioriteit, zoals de dobbel. Ja, die heeft in principe geen prioriteit. Dat is gewoon voor de leuk wat ik overhoud. Dit ook, 50 cent, dat is gewoon wat ik overhoud. En festival, ja, daar wil ik wel heel graag wat in doen.
dat is dan eigenlijk met date night de enige twee dingen voor leuk extra deze maand. Dus verder is valt het eigenlijk wel mee. En dan heb ik nog deze map. Dit is die knalroze van mij. En daar heb ik nog de tattoo challenge in zitten. 1 euro zit daar nog in. De shopping, daar komt dus sowieso geld in. De bingo, maar daar ga ik verder niks in doen. Die is voor mij. En de meubel, daar komt misschien wel wat in. Dus eventjes een beetje verdelen. Even kijken, even rekenen waar ik wat in wil hebben. Wat prioriteit heeft. Nou ja, dat soort dingen. Dus, nou ja, al met al vind ik het gewoon weer een hele goede maand geweest eigenlijk. Ik heb gewoon weer geld overgehouden in plaats van dat ik tekort kwam. Of dat ik mijn spaarrekening moest aanbreken. Nee, ik heb mijn spaarrekening weer wat bij kunnen vullen. En ik heb gewoon echt extra geld overgehouden. En dat is dus echt wel het mooie van cashstuffen. Dus ja, mocht je nu kijken en dit nog niet kennen, geloof mij, je gaat echt wel geld overhouden. En ja, tot nu toe is dat elke keer voor mij wel echt 200 euro of zelfs meer. Dus, en tuurlijk had ik dit ook uit kunnen geven. Dat had gekund. Maar ja, je ziet het, dat doe je dan toch minder snel. En dan is het gewoon des te leuker als die maand klaar is. Dat je dan echt wel een leuk bedrag overhoudt en die in de challenges kan gaan verdelen. Dus, hoe was jullie maand verder? Laat het me vooral weten. Vind ik ook heel leuk om te horen hoe jullie maand gegaan is. En volgende filmpje komt dus online. Dan ga ik het geld verdelen in de challenges. Tot de volgende keer. Doeg!